In onze samenleving is een groeiende behoefte aan religieuze geletterdheid. De educatieve opleiding Religie en Levensbeschouwing heeft als doel religiedeskundigen op te leiden die over de nieuwste wetenschappelijke kennis beschikken over levensbeschouwing en religie en de motivatie en vaardigheid hebben om die kennis met de samenleving te delen. De nieuwe master is een 2-jarige opleiding. Je wordt een expert op het gebied van religie. Maar ook kun je dat gelijk de klas inbrengen en dus de wereld inbrengen. Docent zijn is elke dag strijden tegen misconcepties, tegen onbegrip. En elke dag weer als winnaar uit de bus komen. Mijn vak houdt in dat leerlingen zowel kennis opdoen over andere culturen, andere religies, over zichzelf en over de maatschappij. Maar ook vaardigheden opdoen, zoals kunnen reflecteren op zichzelf, met als doel dat mensen meer zelfkennis geven en een stevigere identiteit waarmee ze de wereld ingaan. De opleiding onderscheidt zich eigenlijk op 3 manieren. Alles wat je leert bij de vakmaster gaat meteen mee de praktijk in. Het tweede is dat we natuurlijk academisch zijn. Dus we kijken naar religie op een hele neutrale manier. De ene religie is niet beter dan de ander. We kijken met leerlingen wat betekent religie voor de wereld. En de derde is dat wij heel veel aandacht geven aan burgerschap. En wij kijken dus met studenten hoe geef je dat eigenlijk, wat is dat en hoe geef je dat vorm in de klas. Het is best wel leuk om te doen. Ik had niet verwacht eigenlijk dat ik het zo leuk zou vinden. Toen ik het eenmaal ging doen, zag ik eigenlijk dat ik het heel erg leuk vond om eigenlijk alles wat ik had geleerd naar die kinderen over te brengen. En je krijgt ook zulke interessante vragen soms waar je zelf nog niet eens over na had gedacht. Dat maakt het ook gewoon heel erg spannend en interessant. Religie speelt ook gewoon vandaag de dag nog steeds een hele belangrijke rol in verschillende delen van de samenleving. Vandaar dat het ook belangrijk is om het te bestuderen op een wetenschappelijke manier of in het onderwijs. Ik ben educator bij Museum De Voorde in Zoetermeer. Schoolklassen van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo komen hier op bezoek. Om het museum te ontdekken, maar ook meer te leren over zichzelf en anderen. Het was heel waardevol om in de opleiding te leren hoe je educatief materiaal ontwikkelt. Omdat ik nu in een museum werk, dus niet met lesmethodes zoals voor de klas. Dus ik ontwikkel al het materiaal zelf. En daarom is het wel ontzettend waardevol geweest om dat te leren. Na deze opleiding kan je natuurlijk voor de klas gaan staan, daar ben je voor opgeleid. Daarbij ben je ook in staat om dat vak goed vorm te geven. Daarnaast kun je natuurlijk ook in onderwijs breder zien, museumeducatie, in het hbo voor de klas. VMBO. En we hebben veel behoefte aan mensen die goed materiaal maken, die methodes schrijven, die weten waar ze het over hebben. Groepen in Nederland met verschillende levensovertuigingen, of ze nu religieus zijn of niet, moeten beter begrip voor elkaar krijgen. Onze opleiding levert daar een belangrijke bijdrage aan.